De laatste reguliere thuiswedstrijd van Gemert zal plaatsvinden tegen AWC uit Wijchen. Reeds gedegradeerd uit de hoofdklasse B. Ze kwamen via de nacompetitie in die hoofdklasse B en degraderen hetzelfde jaar weer. Voor Gemert staat nog een hele belangrijke wedstrijd, want Gemert staat slechts 1 punt achter op TEC uit Tiel. En die ploegen gaan voor het kampioenschap. 5 ploegen hebben daar nog aanspraak op of kunnen nog aanspraak daarop maken. Het scheelt slechts 2 punten, nummer 5 en nummer 1. Dus wie het gaat worden, dat weet nog niemand. In ieder geval, we hebben een pupil van de week. En deze week is dat Siem van der Wijngaard. De laatste thuiswedstrijd voor het seizoen. Gemert speelt thuis tegen Wijchen. En ja, we hebben natuurlijk een pupil van de week, een belangrijke pupil van de week. Wie is het deze week? Siem van der Wijngaard. En in welk team speelt Giel van der Wijngaard? E6. En wat is jouw positie daar? Linksachter. Ook een verdediger. Waarom ben je niet aanvaller geworden? Ik vond mijn verdedigen heel erg leuk en kan je ook ballen tegenhouden. En dat vind je nog steeds leuk? Ja. Hey, en als je nou niet voetbalt, wat zijn dan jouw hobby's? Tennissen en PlayStation. En wat ben je nou het beste in? Ja, PlayStation is op de computer, maar ben je het beste in tennissen of in voetballen? Ik denk in voetbal. Weet je dat zeker? Ja. Als je nou mocht kiezen van, ja, voor voetballen wil iedereen worden, maar ja, daar gaat ook niet iedereen, hè. Wat wil je er anders worden? Dat weet ik eigenlijk nog niet. Daar heb je nog niet over nagedacht? Nee. En wie is jouw favoriete speler bij Gemert? Thijs van Pol. Waarom Thijs van Pol? Want jij bent verdediger, dan zou je zeggen van ja, dan kies ik ook een verdediger. Ja, ik vind het een hele goede speler en hij maakt veel belangrijke doelpunten. Ja, dat klopt, hè. Ja. En als je nou gaat kijken, Gemert is jouw favoriete ploeg. Je hebt ongetwijfeld nog een ploeg meer die favoriet is? PSV en Bayern München. Allemaal kampioenen? Ja. Nou, dan maar hopen dat Gemert vanmiddag wint, hè. Ja. Wat denk je dat het vanmiddag gaat worden? 3-0 voor Gemert. Waarom raai je iedereen 3-0? Ja, ik weet niet. Ik ga je eraan houden, hè. Ja. Succes vandaag. Ja, dankjewel. Ja, en 3-0 raai je natuurlijk wel heel veel. Trainer Bert Ruijs oogt ontspannen voor de wedstrijd tegen AWC. Is er ook zeker van dat zijn ploeg in ieder geval die 3 punten vandaag op Sportpark Molenbroek thuis houdt. Jens Leijten zien we daar. Die is weer hersteld van zijn jukbeenbreuk. Hij heeft in ieder geval van de doktoren te horen gekregen dat hij weer mocht gaan voetballen. Dat is een meevaller, want eerder dachten we dat hij lange tijd uitgeschakeld was. René Paardenkoper en chef Weilaar zitten op de bank en zullen voor de wedstrijd, voor aanvang van de wedstrijd, er zal afscheid genomen gaan worden van beide spelers. En ook van Patrick Philippaar, dat zal voorzitter Jan Rambachs doen in een woordje. Bloem ook van de supportersclub. En voor René Paardenkoper, die al diverse zeer belangrijke wedstrijden in zijn eigen leven heeft gewonnen, hopen we dat zijn gezondheid het beter gaat doen. En Patrick Philippaar zien we volgend jaar in het shirt van UDI19 als Gemert verder niet in de topklasse gaat uitkomen. Maud van Kraai stopt als verzorgster. En een opvolger is daarvoor aanwezig. Dan ziet u aan de rechterkant ook de blauw-witte van AWC. Ze spelen in het uit de tenue van Gemert. Omdat de tenue van hun overeenkwam met het tenue van Gemert. En ook het reserve-tenue bleek te veel op het tenue van Gemert te lijken. Vandaar dat zij in de Jos Maas outfit spelen. Het uit tenue van Gemert. En Gemert doet het met Sven van Ommeren in het doel. Stoefan Kotja, Kees Brugmans, Mark van Dijk en Bart van Berlo. Joost Habraak, Jasper Lallisang en Erik van Dijk op het middenveld. Jurie van Brussel, Vincent Buijs en Thijs van Pol, die vormen de achterhoede. En AWC, daar staat Dennis de Koning in het doel. En die zou het druk krijgen vanmiddag. Want Gemert liet vanaf het begin af aan er geen gras over groeien welke kant het in wilde. Richting het doel van AWC. Sven van Ommeren, die kwam zeker in de eerste helft waar de regen gestaag uit de lucht viel bij Gemert. Wordt de corner genomen daar aan de rechterkant en dan is het al gelijk in de eerste, de 8e minuut. Is het Thijs van Pol die de bal eigenlijk vanaf de achterlijn al koppend met een beweging voorbij doelman Dennis de Koning plaatst. En dan is de stand al vrij snel 1-0. En dan gaan we op Sportpark Molenbroek er eens lekker voor zitten. Erik van Dijk mag de bal voor het doel gooien. Wordt geen strobreedte in de weg gelegd. Ja, en deze had er best wel ingemogen, vinden wij. En vindt hij misschien zelf ook wel. Maar AWC, het kwam er maar sporadisch uit. Het was allemaal Gemert wat de klok sloeg. Joost Habraken wordt weggestuurd door Erik van Dijk. En dan is Jasper Lallisang te laat om die bal binnen te lopen. Maar geen nood. De volgende kwam alweer. Bart van Berlo legt de bal voor het doel. En Thijs van Pol dacht, ik wil de wereld rond mijn omhaal. Die mislukt een beetje. Het was natuurlijk wel een prachtig doelpunt geweest. En hier is het Jurie van Brussel die daar aan de rechterkant Jasper Lallisang vrijzet. En zo golft de aanvallen op het doel van AWC. En heel af en toe kregen we er ook erg in dat in het doel van Gemert Sven van Ommeren nog aanwezig was. De volgende aanval gaat dan weer richting het doel Jurie van Brussel. Kijkt wat hij met de bal gaat doen.
Ja, en Toefan Kocha, die had hier een doelpunt kunnen maken. Binnenkant voet wilde hij hem in de hoek plaatsen. Dat mislukt. Dennis de Koning lag in de weg. En hier is het Dennis, hier is het Thijs van Pol. Te veel kansen werden niet benut door Gemert. En hier is het dan uiteindelijk Thijs van Pol die dan denkt, dan doe ik het zelf maar in mijn eentje. Hij verovert de bal daar, net op de rand van het 16 meter gebied. En met een boogballetje over Dennis de Koning brengt hij de stand op 2-0. En dan gaat het vervolgens heel snel. Deze bal wordt op het middenveld onderschept. Van Dijk gooit die bal daar naar de rechterkant. Dan is het Thijs van Pol niet hebzuchtig. Legt die bal netjes breed. En dan is het uiteindelijk de 3-0 op het scorebord. Vincent Buijsen mag het dan gaan doen. En dan gaat het heel snel. Want dit was in dezelfde minuut als de 2-0. En als speler van AWC moet je daar moedeloos van worden. De volgende aanval. En soms kun je het te mooi doen, zoals hier blijkt. Je wil de bal dan netjes breed leggen. Soms moet je gewoon beslissen en schieten. En hier is dan weliswaar wel de 4-0. Netjes klaargelegd. En uiteindelijk is het Jury van Brussel die de bal dan over de doellijn werkt. Dennis de Koning kansloos. We zitten nog steeds in de eerste helft. Heel af en toe liet AWC zien dat het toch best wel een beetje kon voetballen. Sven van Ommeren, een van de sporadische reddingen. En vervolgens gaat Jasper Lallysanger met de bal vandoor op de rechterkant. Kijkt waar de spitsen staan en die staan daar. En dan is het heel simpel, Thijs van Pol, zijn derde van deze middag. Er ging een hensbal nog wel aan vooraf, maar dat liet scheidsrechter Akkerman mooi doorspelen. Ja, en dan ga je erbij zitten als speler van AWC. Heb je er al 5 tegen en dan moet je nog een helft. En het had allemaal nog erger kunnen als ook deze bal nog het net had weten te vinden. Maar die gaat over het doel van Dennis de Koning. En dan gaan we rusten met een 5-0 ruststand. Op de tribune waren we al zo van, we maken vandaag de dubbele cijfers. Maar in de tweede helft, je kunt je eigen van alles voornemen. Maar in de tweede helft gebeurt dan het andere, het tegengedeelde. Twan Franke is in het veld gekomen. De invaller. Hier met nummer 18 aan de bal. En die laat zien dat hij toch best aardig kan voetballen. En dan laat Toefan Kocha zien dat hij wel kan scoren. Alleen dit is het verkeerde doel. Want hij blijkt dus Sven van Ommeren voor zich te hebben. Hij scoort een eigen doelpunt. 5-1 is dan de stand. Niks aan de hand zou je zeggen. Maar Gemert verzaakt wel direct na rust. En trainer Remco Bicenti die ziet het van onder zijn doorregende paraplu. Hier wordt de bal nog van de lijn gehaald door een kopbal van Thijs van Pol. En direct uit die aanval is het opnieuw aan de rechterkant Lennart Nieuwenhuis. Iedereen zegt buitenspel. Nee, hij mag gewoon doorgaan. Hij ziet daar met zijn ooghoeken ziet hij Jair Roos vrij lopen. En die maakt dan zowaar de 5-2. En dat is natuurlijk dan wel een enorme tegenvaller voor doelman Sven van Ommeren. Je krijgt al weinig ballen op doel. Maar dan heb je er ook nog 2 achter je liggen waar je niks aan kunt doen. En nog steeds had Gemert niet echt de geest gekregen om weer te gaan voetballen. Het liet AWC rustig voetballen. Wat ze ook probeerden, uiteindelijk ging Gemert toch wel weer de goede richting in. Hier was de vrije trap van Vincent Buijsen, die nog goed gepakt wordt door Dennis de Koning. Mark van Dijk gaat zich er dan maar eens mee bemoeien met de aanval. Ja, en hier is scheidsrechter Akkerman onverbiddelijk. Deze bal gaat op de stip. En dan is het natuurlijk Thijs van Pol. Hij kijkt even waar de keeper naartoe gaat. En hij maakt 6-2. En daarmee zijn vierde van de middag. Dan natuurlijk de gebruikelijke wissels. Zeker Patrick Philippaar. Die mag dan in de laatste thuiswedstrijd in het zwart-witte shirt competitiewedstrijd. Want het kan zomaar zijn dat Gemert nog in de nacompetitie speelt. Dan verliest hier de bal. En dan krijgt de speler van Mannen Giesbers van AWC. Die krijgt zijn 2e gele kaart. De eerste helft liep hij er al 1 op. Hier loopt hij nummer 2 op. En 1-1 is 2 rood. Dus AWC moet dan ook nog eens met 10 man verder. Maar sporadisch kwam het er toch nog uit. Sven van Ommeren gaat hier naar de goede hoek. En bij 6-2, ja, Gemert hield het eigenlijk wel een beetje voor gezien. Behalve Thijs van Pol, die dacht daar anders over. En die denkt, de een is mooier dan de andere. Hoppakee, nummer 7. Prachtige boogbal over Dennis de Koning.
En daarmee zijn vijfde doelpunt scorend. En dan is het natuurlijk afwachten wat op de andere velden gebeurt qua uitslag. En uiteindelijk zou na afloop blijken dat Gemert eigenlijk alleen met Tech overblijft en Dongen. Blauw-geel en Udi die haken af. Hier gaat de bal via het achterwerk van Bart van Berlo over de achterlijn. Maar hij krijgt toch een corner te nemen. Maar doelman Dennis de Koning weet het dan nog vrij te houden. En dan is de comeback daar van Jens Leijten. Veel eerder dan verwacht vervangt hij Joost Habraken. Ja, en hier wordt dan de bal nog via de keeper nog gepakt. En 7-2 is leuk. Mag dan Filipa nog een keer gaan scoren. Hij probeert het wel, maar Dennis de Koning, de doelman van AWC, voorkomt het. Dan maar via een vrije trap misschien. Ook daar gaat de bal langs het doel. En uiteindelijk wint Gemert, verdiend met 7-2. En natuurlijk de man van de match. Vijfmaal Thijs van Pol. Ga eens terug in de geschiedenis. Wanneer heb je voor het laatst 5 doelpunten gemaakt in zo'n wedstrijd? Vijfmaal. Ja, ik weet dat ik vorig jaar 4 heb gescoord bij Zomeren. Maar 5, dan moet ik denk misschien naar de E of F jeugd. Of naar de D jeugd. Dat weet ik zo niet. Maar het is gewoon een unieke dag. Dus het is mooi dat ik er 5 binnen kan schieten vandaag. Ja, dan maak je de 5. De ruststand 5-0. En na rust gaat het dan in één keer. Dan denk je, we zetten door. Maar dan, wat gebeurt er dan? Ja, dat is zo'n wedstrijd. We zeiden het in de kledingkamer van dit hebben we het seizoen eigenlijk nog niet meegemaakt. Dat we echt gewoon met deze ontspannenheid de kleedkamer in gingen. Dus, maar vaak stonden we achter. Alleen ja, dan kom je de kleedkamer uit. Dat is toch weer een manco van ons. Maar goed, we weten het mooi om te buigen. En je ziet de kwaliteit, er ligt gewoon een groot verschil in vandaag. Dat is duidelijk. Dat is sowieso duidelijk. Houdt de competitie ook spannend. Tech wint van Dosco. Udi en Blauw-Geel, zover het verstand, hebben gelijk gespeeld. Okay. Dat houdt in dat volgende week de competitie beslist wordt. Ja, volgende week wordt de competitie beslist. Dus wij doen ons werk, wij gaan gewoon winnen. En we zien het allemaal weer zoals ik ook hier tegen jou heb verteld, tegen Udi. En we zien het allemaal weer. En we gaan gewoon die mooie reeks afmaken en een mooi seizoen afsluiten. Dus dat komt helemaal goed. Voor jou sowieso een mooi seizoen. Absoluut. Mooi seizoen en nou vandaag helemaal. Mooi. Man of the match. Dat hoop ik wel. Dat zeker. Dank je wel. Oké, dank je. De laatste thuiswedstrijd zit erop tegen AWC. 7-2 werd het. En vijfmaal Thijs van Pol. De uitslagen zijn op zich positief. 5-0 ruststand, dan denk je Gemert gaat door. Ja, maar goed, dan bekijk je het vanaf die kant. Kijk, wij hebben 1 doel en als we deze 2 wedstrijden gewoon tot een positief einde brengen, dan afwachten wat of Tech punten laat liggen. Nou, als het 5-0 is, dan ja, als je zelf gevoel wat hebt, dan weet je soms iets minder. Ik vind wel dat we die 10 minuten naar rust, dan moeten we ons wel kwalijk nemen. Maar daar gaan we nu niet de focus op leggen. We hebben gewoon een prima overwinning gehaald, we moeten nu de valk pakken. Nou ja, en dan is het afwachten of Blauw-Geel, wat Blauw-Geel er tegenover zet tegen Tech. Ja, want die wedstrijd Blauw-Geel en Udi hebben beide gelijk gespeeld. Dus eigenlijk gaat de strijd nu tussen Dongen, Gemert en Tech. Ja, maar goed, Blauw-Geel is nog wel in de race voor de periode. Kijk, want als wij kampioen worden, dan kunnen ze eventueel de periode overnemen. Hè, het is ons Dongen, er kan van alles gebeuren. Dus als Blauw-Geel het beste beentje voorzet, dan kunnen ze zomaar toch nog een prijs hebben. Niet alleen positief in zijn doelsaldo 7-2. Jens Leijten is ook eerder terug dan verwacht. Ja, nou inderdaad. Kijk, tuurlijk als trainer heb je hem liever nog eerder terug. Maar de verwachtingen waren 2 tot 3 maanden. Nou, hij is vrijdag vrijgegeven door de dokter. Nou, en dan is het wel lekker dat hij toch weer even op het veld gestaan heeft. En daar ben ik heel erg blij om. Volgende week wordt alles beslist. Nog een spannende week. Ja, het is ongelooflijk spannend. Maar wij zijn wel een van de weinige ploegen die in ieder geval een prijs hebben. Dus dat is in ieder geval fijn. Maar we willen de hoofdprijs. Succes. Dankjewel.